Welkom bij Business Update, het programma over bedrijven en ondernemers. Straks in ons programma De Zakenzap. Onze camera gaat op pad naar Business Meeting Points. We hebben de innovatie die we bespreken met Martin Stor. Hij komt natuurlijk weer met een leuk item op de proppen. En Martin is de directeur van het ACT, het Achterhoekcentrum voor Technologie. Dan onze businessagenda. Wat kunnen we op zakengebied de komende tijd allemaal gaan doen? Waar kunnen we naartoe gaan? En we hebben nog de adviestip van Bonzen en Reuling accountants en belastingadviseurs. En zoals u van ons gewend bent, ook een gast aan tafel. In dit geval iemand die ik goed ken, maar die u waarschijnlijk ook goed kent. Hij heeft meer dan 10 jaar de Achterhoekse Hartshow gepresenteerd. En daarbij is hij ook nog directeur van DOC Opleidingen in Doetinchem, Geert Teunissen. Geert, hi, fijn dat je bent. Hartstikke leuk, Twan. Mooi, hè? En ik blijf het toch maar DOC-opleidingen en trainingen noemen. Ook ik had DOC moeten zeggen. Ja, maakt mij niet uit. Nou, bij deze. Ik vind het wel leuk. En een beetje ervaring. En hopelijk kent de Achterhoek DOC. Want ja. Turners is niet zo belangrijk. Maar als ze DOC kennen, is het wel mooi. Ja, maar misschien is het goed dat we nog heel eventjes wat dieper ingaan. Ja. Op DOC dan. Ja. Of DOC. Ja. Moet ik DOC zeggen? Ja, we kiezen voor DOC. We kiezen voor DOC. Maar iedereen weet dat een opleider is. Maar jullie doen wel heel erg veel. Hè? Probeer het scala nog eens even aan te geven. Ja, het scala is in ieder geval dat wij eigenlijk opleiden van de laagste niveaus. Altijd praktijkgericht. Dus we zijn voor de beroepsbevolking aanwezig. En je moet er aan rekening houden dat we doorlopen tot en met HBO. En dat wij herkennen zelf altijd een aantal groepen. Dat is aan de ene kant secretarieel en talen. De financiële opleidingen. De management, marketing en communicatieopleiding, waar dus ook onze HBO-opleiding onder valt. En dan automatisering. Ja. Die vier, dat zijn de pijlers van DOC. Met als absolute topper natuurlijk HBO-bedrijfskunde. Ja. Want het is ons in ieder geval gelukt in de Achterhoek een jaar geleden om HBO-bedrijfskunde van de grond te krijgen. En het groeit. Het zij langzaam, maar het groeit gestaag door. Het valt mij, de snelheid waarmee het gebeurt, valt mij een beetje tegen. Ja, want er was een enorm item, hè? Iedereen had het over HBO. Ach. Dus jij dacht van, nou, daar komen de stromen mensen aan. Nou ja, iedereen praatte over HBO. Er zijn onderzoeken geweest. En ja, op basis van die onderzoeken dacht ik, ja, we moeten stoppen met gekletsen over HBO. We moeten gewoon gaan doen. Ja. Nou, wij hebben een hele goede partner. En dat is Schouten Nederlandse ISBW. En die hadden HBO-trajecten, praktijkgerichte trajecten, eigenlijk klaar liggen voor ons. Ja. Nou, dat zijn we samen gaan doen. En we zijn er hartstikke mooi mee gestart. We hebben ook een hele mooie vooropleiding erin zitten. Dus mensen kunnen altijd bij ons terecht. Maar als de getallen hadden geklopt, de behoefte die mensen zeiden van in de Achterhoek, dan hadden we toch Twan volgens mij uit moeten breiden. Want wij zijn hartstikke blij met de groepjes die we hebben. Maar het is veel minder als wat van tevoren gezegd werd van, er is behoefte aan bedrijfskunde, HBO in deze regio. Okay. Dat valt mij een beetje tegen. Maar en het technische verhaal bij de HBO, de HTS kant? Nee, die kunnen wij niet. Je moet ook weten wat je wel of niet kunt. En de technische hoek, dus als je echt kijkt naar die vaardigheden. Ja, ik vraag je dat vanwege de bedrijvigheid. Ja, hè? We hebben veel industrie in de Achterhoek. Nee, maar ik vind het terecht. Kijk, ik zou juist hopen dat nou Han en Saxion, maakt niet uit welke, als die samen nou toch in de Achterhoek, samen met Graafschap College, wel dat soort technische opleidingen van de grond zouden tillen. Dat had ik gehoopt. Is tot dusver niet gebeurd. Alle initiatieven was toch te weinig belangstelling. En aangezien wij een opleiding hebben wel van 3 jaar, maar mooi modulair ingericht, konden wij toch met een wat kleine groep beginnen om het door te laten stromen. Wij hebben zelf wel een 50-tal mensen in de vooropleiding zitten. Dus die doorstroom is wel gegarandeerd. En dat maakt die opleiding van ons mooi. Maar ik ben er heel nuchter in. Als je echt de technische vaardigheden wilt, moet je niet bij ons zijn. Ja. Dat kunnen wij helemaal niet. Dan zullen we altijd een ander moeten zoeken. En wij zijn goed, durf ik te zeggen, in bedrijfskunde, in alles wat daarmee te maken heeft. Hè. En dan ken jij als geen ander ook alle dingen die daarover gaan. Van financiën tot en met marketing, communicatie, zit er allemaal in. Daar zijn we goed in. En de deelnemers zijn daar ook zeer tevreden over. En wat veel belangrijker is eigenlijk nog, is de bedrijven zijn tevreden. Ja. Want maar daarmee heb je DOC zeg maar ook goed gepositioneerd nu eventjes. Ja. Wij kennen het allemaal vanwege het hoofdkantoor in Doetinchem. Ja. Maar zitten jullie dan alleen in de Achterhoek? Nee. DOC is gewoon een organisatie die zijn hoofdkantoor in Doetinchem heeft. Ja. Maar
Nederland is ons werkgebied. En zelfs voor bedrijfskunde hebben we een groep op Aruba zitten. Dus het, dat is ook Nederland. Daar ga jij af en toe naartoe. Daar moet ik elke week naartoe. Hè? En dat kan dus. En kijk, wij zitten voor de opleidingengroep. Ja. Voor als je het hebt over DOC. Zijn we heel sterk in het oosten. Ik zeg altijd vanaf Arnhem tot aan met Enschede. Dat is ons gebied. Ga je voorbij Enschede, wordt het al minder. En wij hebben overal in Nederland, noemen we maatwerktrajecten. En dat is toch een behoorlijk deel van onze activiteiten. Ja, het maakt ons niet uit. Waar de mensen zitten, gaan wij naartoe. En er zitten veel meer in het westen dan in het oosten. Dus we zijn regelmatig in het westen. Als ik nou even kijk naar die klant. Ja? Wat zijn jullie voornamelijke doelgroepen? Nee, misschien is dat onze sterkte en onze zwakte. Okay. Wij zitten niet echt op een doelgroep gericht. Ja. Wel als je kijkt naar het product wat je biedt. Maar wij hebben, ik denk dat het 50-50 is. Dat is overheden en semi-overheden en gewoon bedrijfsleven. Ja. Dus dat is een hele mooie mix. Misschien is dat onze kracht en is misschien ook wel onze zwakte. Ja. Geef, we praten zo dadelijk weer even door. Ja, maar we gaan even kijken waar onze camera geweest is. Ja. Bij van allerlei business meeting points, waar wij elkaar ook wel eens tegenkomen. Ja. Om de zaken te doen. En we gaan dus even kijken naar de Zakenzap. Het koelhuis in Zutphen was woensdagochtend geopend voor potentiële kopers. De gemeente wil het pand achter het station graag verkopen. Er waren woensdag in de loop van de ochtend al 15 mensen geweest om te komen kijken. Er moet wel veel aan het pand gebeuren. Het monumentale pand uit 1920 staat al jaren leeg. De oorspronkelijke bestemming van het pand was een koelhuis waar in de zomer boter kon worden bewaard. Ja, ik ben makelaar in Zutphen en ik ben benaderd door een tweetal mogelijke kandidaten die graag met mij straks willen overleggen van wat voor mogelijkheden er met dit pand zijn. De gemeente kijkt naar een aantal criteria. En dat is onder andere prijs, maar ook doelstelling, creativiteit, functie. Dus dat is, daar wordt gekeken bij de inschrijving. Ik heb het pand nog nooit gezien, dus dat is ook een reden waarom ik ga kijken en om te kijken wat er allemaal moet gebeuren. Dus, ja. De gemeente wil graag dat het pand een openbare bestemming krijgt op het gebied van horeca, cultuur, kantoren of bedrijfsvestiging. Speel- en beleefaccommodatie Hof van Ekberg in Eibergen opende maandag voor het eerst de deuren voor bezoekers. Bedrijfsleiders Maarten Rijmers en echtgenote Carine Grijze hebben er zin in. Nou, wij zijn een speel- en belevingsaccommodatie voor alle leeftijden. Wij zeggen met een glimlach van 0 tot 100 plus. We hebben faciliteiten binnen en buiten op 25.000 vierkante meter. Waarbij we een binnenaccommodatie hebben en een buitenaccommodatie. Waar iedereen iets leuks kan beleven voor een dagje uit. Donderdag was de officiële opening met de gedeputeerde van Dijk. Hoe was dat? Nou, dat was heel erg leuk. We waren ook wel aangenaam verrast dat hij de bereidheid had om naar ons toe te komen. Hij was zeer onder de indruk van de innovatie die wij in Hof van Ekbergen hebben. Vooral ook de diversiteit aan faciliteiten. En wat hem heel erg aansprak is dat we vooral ook faciliteiten hebben voor mensen met een beperking. 9 jaar geleden zijn wij met ons gezin, met onze 3 kinderen in Eibergen komen wonen. En toen merkten we eigenlijk dat er weinig accommodaties waren waar we met ons gezin goed terecht konden. Bij mooi en bij slecht weer. En we waren ergens op een camping in Limburg waar het regende. En toen zijn wij eigenlijk naar een binnenaccommodatie geweest waar we onder de indruk waren van wat daar kon. En daar is onze allereerste gedachte begonnen van hey, dat zouden we ook in Eibergen in Berkeland kunnen gaan starten. En daar zijn we begonnen met de planvorming. Nou, men kan bij Hof van Ekbergen bowlen op de 4 witte bowlingbanen die u achter ons ziet met volledige LED-verlichting. Men kan bij ons lasergamen in een geweldige jungle arena. Het thema is bedacht door studenten van het Graafschap College. En men stort hier met een vliegtuig neer in de Eibergse jungle, waarbij men vervolgens zichzelf moet redden met het laserpistool om tegen elkaar of solo punten te scoren. Naast lasergame en bowlen staat er ook een aantal bijzondere dieren in de stal. Hof van Ekbergen betekent eigenlijk de tuin van Eibergen. Kijk nog steeds naar Business Update, het programma over bedrijven en ondernemers. En dan nu Martin Stor, innovatie. Martin, wat ga je ons vandaag brengen? Twan, deze week zijn we weer in de prijzen gevallen. Innovatieprijs. En dit keer heeft Jan-Willem Boezel van Raam uit Vassenveld hem gewonnen. Op de fietsvak, de Raaifiets in Amsterdam. En met de CoCab. De CoCab, dat is een elektrisch aangedreven kinderbakfiets voor het vervoer van kinderen bij buitenschoolse kinderopvang. Ontwikkeld in de Achterhoek en samen met Gelderse bedrijven en bedrijven uit Overijssel. Is nu op de markt en wordt door deskundigen gezien als een pracht van een innovatie. Een heel mooi nieuw concept. En het mooie is dat Van Raam dat ontwikkeld heeft onder andere samen met het Graafschap College.
jongens van de Graafschap College hebben in het begin van de ontwikkeling nieuwe concepten neergezet en die zijn ook gebruikt in het uiteindelijke product. Dus een pracht van de samenwerking tussen Achterhoekse school en bedrijven. Nou, het mooie is dat het ook goed ontvangen wordt in de markt. Dus ja, prijzen winnen, daar verdien je natuurlijk niks mee. Maar ik ben trots op dat het weer gelukt is dat een Achterhoeks bedrijf een innovatieprijs binnengehaald heeft. Ik heb deze week ook weer een speldje opgespeld, het Achterhoek 2020 speldje. En dat heb ik gedaan bij Arien Scholten, de kwartiermaker van de AGEM. En de AGEM, dat staat voor Achterhoekse Groene Energiemaatschappij. En wat gaat hij nou doen? Die gaat stimuleren dat er in de Achterhoek groene energie opgewekt wordt en dat die ook door Achterhoekers afgenomen kan worden. Dus we kunnen direct groene Achterhoekse energie afnemen tegen een goede prijs en op een duurzame manier gemaakt. Ik heb een presentatie van haar meegemaakt deze week en dat zag er gewoon hartstikke goed uit. En het zou mij niet verbazen als we dit jaar nog Achterhoekse groene stroom kunnen inkopen als Achterhoekers. Dat was het voor deze week. Als je meer wil weten, kijk op mijn weblog www.act-nu.nl. Dat was hem weer. Innovatie met Martin Stor, de directeur van het Achterhoek Centrum voor Technologie. En de volgende keer is hij er weer bij. Aan tafel nog steeds Geert Teunissen van DOC Opleidingen in Doetinchem. Ja. DOC toch? Hè? Ja, heel in goed. Van. DOC ja, is ja, het. Ik hou toch op DOC. En je hebt trouwens het een en ander meegenomen. Ja. Wat is dat allemaal? Nou, we hebben het er nog helemaal niet over gehad. Maar DOC bestaat eigenlijk, als je organisatorisch kijkt, is het DOC Nederland. Hè? Dat is de maatschappij die erboven hangt. Ja. En dan heb je te maken met drie verschillende richtingen. We hebben in de Achterhoek is natuurlijk DOC opleiding en training hartstikke bekend. Dat is dit gidsje, dat herkent iedereen ook. Daar doen we het in de Achterhoek heel erg sterk mee. Maar in Nederland zijn wij misschien wel toonaangevend op de interieuracademie. Ja. En dat is toch eigenlijk wel heel leuk. Die interieuracademie is een jaar of 7, 8 geleden zijn we daarmee begonnen. Ja. Nou ja, op televisie elke zaterdag het barst van de huis-, tuin- en keukenprogramma's. Dus ik dacht, als er zoveel mensen zijn die dat leuk vinden, dan zouden ze daar ook in op kunnen leiden. En dat dus is ook zo? Ja, en dat blijkt dus echt zo te zijn, want die interieuracademie, ja, die is heel groot geworden bij ons. Als je dat in verhouding bekijkt, dan pakken ze al ongeveer een derde van onze omzet weg. Nou, dat is toch niet gek. En dat doen wij met opleidingen, vakopleidingen, wat workshops. Alles gericht op het inrichten van huizen, tuinen en alles wat daarmee te maken heeft. Dus binnenhuisarchitectuurachtige dingen, tuinarchitectuur. En die zetten we in heel Nederland neer. En de kleinste groepen zitten eigenlijk in de Achterhoek. Dat is dan weer heel leuk. Want we zitten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda. Ja. Overal in Nederland geven we die opleidingen. En we hebben daar een enorme belangstelling voor. Ja. Mijn gevoel zegt altijd dat bij de grote steden het meeste interesse is in zo'n interieuracademie. Ja. Nou, als je ziet dat er in Amsterdam groepen zitten, dat ze in Rotterdam zitten, in Den Haag, in Utrecht, Eindhoven, Breda. We zitten ook in het noorden. Ja. Dus we zitten eigenlijk overal in Nederland. En het grappige is ook dat die opleidingen, daar is ook een norm voor neergelegd. Dus mensen kunnen examen doen. En ze doen dan ook examen, wat goedgekeurd is door de examenkamer. En dat is wel weer belangrijk, dat het geen vreubelcursus is. Mag allemaal, maar het zijn goede opleidingen die ook door de mensen, zowel het bedrijfsleven als de mensen zelf, als hele goede opleidingen ervaren worden. En de Achterhoek weet het misschien helemaal niet dat daar gewoon staat interieuracademie. Nou, bij deze. En het is wel DOC, hè? Ik had er wel interesse in, want ik had me een klein beetje ingelezen. Stond bij creatief denken is dan heel belangrijk. Ja, dat is lijkt mij logisch, maar hoe moet ik dat zien? Nou, dat vind ik wel leuk, want een derde poot die daarbij vastzit aan DOC. Dus als je naar DOC Nederland kijkt, heb je aan de ene kant DOC opleiding en training. Yeah. Je hebt de interieuracademie, maar we hebben ook nog een derde. En we noemen hem zelf groen, maar hij moet eigenlijk grijs zijn. En dat is creatief denken. Alles wat te maken heeft met anders denken in bestaande situatie. Ik vond het ook heel mooi, Martin Stor net weer. Dan zie je dat Martin zich bezighoudt met innovatie. Ja. Maar voor innovatie zit een creatief proces. Innoveren is het realiseren. Ja. Maar creatief denken is gewoon lekker gek doen. Ja. Rare dingen verzinnen. En daar is op dit moment een behoorlijke behoefte in Nederland om creatieve sessies, om op een creatieve manier anders te leren denken. En de grootste valkuil, die kennen we allemaal. Dan zegt iemand wat en dan zegt de ander, ja, maar dat kan niet. Ja. Nou,
En dat is een uitdaging. En dat is juist een uitdaging. Dus om dat soort processen te doorbreken, nou, ja, daar zijn we... Maar in feite ben jij ook innovatief. Want je bent als ondernemer creatief aan het denken. Ja. En vervolgens denk je, ja, maar ik zie op televisie dat er behoefte is. Ik ga die opleiding beginnen. Ja. En ineens is het een derde van je omzet. Maar ik ben niet anders dan de rest. Hè. Ze verklaren mij eerst voor gek. Ja, op een moment als ik riep, we gaan interieuracademie doen. Werd er ogenblikkelijk geroepen van, dat wordt niks. Ik zei, nou, wacht maar eens af. Het eerste jaar wordt niks. Dat weten we nu, want mensen moeten eraan wennen. En we begonnen toen eerst als doc. Binnen een jaar hebben we gezegd, we zetten een apart bedrijf neer. Interieuracademie. En onder die naam, die sloeg aan. En we doen alles alleen maar via internet. We maken een prachtige studiegids, omdat mensen die studiegids in de handen willen hebben. Mm-hmm. Maar op de site staat veel meer. Alle aanmeldingen komen binnen. En we hebben een mix tussen het, zeg maar, digitale tijdperk. Maar we geven overal voorlichtingsavonden. En nou, op het eind van die voorlichtingsavond schrijft het overgrote gedeelte zich in. En dan beginnen we gewoon 14 jaar later met een groep. Ik heb wat beperkt tijd, maar ik wil toch nog even wat van je weten over de Power Assessment. Oh, dat is heel leuk. Daar gaan jullie 1 maand mee beginnen, hè? Ja, vanuitgaande, en ik geloof er altijd in. Er was iemand met een geweldig product en ik zocht een geweldig product. Ik wist nog niet of het geweldig was, maar ik ben daar ook weer op dezelfde manier eens mee gaan praten. En het product heeft hij 7 jaar aangesleuteld om een assessment in elkaar te zetten die niet belastend is, die geen dossiervorming doet enzovoort, maar je doet een elektronisch assessment. Na de assessment moet je een uur uittrekken voor een gesprek, telefonisch, met de assessor. En dan heb jij zelf een aantal verbeterpunten geformuleerd. Hoef je het alleen morgen nog maar te gaan doen. Natuurlijk meten we dat. Mm-hmm. En wat wij willen, wij zeggen gewoon, je haalt 10% winst. En dat kan zijn in tijd, dat kan het echt, maar het kan ook zijn in de kwaliteit, in de directheid van communiceren of wat dan ook. Wij zorgen ervoor dat je 10% winst haalt. Ja. Deze maand gebruiken wij voor een try-out bij 40 bedrijven. Die zijn bereid om mee te doen. En ik vind het wel leuk, het is echt een primeur dat ik gisteren al met een hele grote landelijke partij, die willen een licentie van mij kopen. Dus, nou, dat is voor mij interessant. Yeah. Hoef je zelf niet zoveel te doen. Zij kopen het in en wij leiden een aantal assessoren op om die gesprekken te voeren. Mm-hmm. Er zullen echt soortgelijke producten zijn, maar in de vorm van in een hoog tempo zorgen dat mensen eigenlijk morgen, als jij hem gedaan hebt, Twan, je zou moeten doen, dat is leuk voor je nieuwe baan, hè? Als je gaat doen, dan ben je een dag later al bezig met je verbetertraject. En hoef je niks te doen, want wij zeggen juist niet meer energie, maar je energie gewoon beter besteden. Dat is toch een leuk product, man. Ja, ik ben er echt enthousiast over, hoor. Oké. Maar we praten dadelijk nog even verder. Oké, doen we. Misschien weet je al waar je naartoe gaat binnenkort als het weer gaat om een stukje netwerk. Maar jij bent ook overal lid van, hè? Ja, ik ben overal lid van, omdat ik probeer wel te zorgen dat ik verschillende mensen ontmoet. Ja. Dus als je vergelijkt bijvoorbeeld de Graafschap, hè, ook een netwerk, en ik vergelijk dat bijvoorbeeld met Accu voor Doetinchem, buitengewoon, hè, dan kom ik daar maar 5 dezelfde mensen tegen. Dat is leuk. Ja. Want dat zijn dus, van de, laten we zeggen 100, heb ik 95 nieuwe kansen. Okay. Dus netwerken is wel hartstikke belangrijk. Alleen als je, mijn zinziens, 3 keer naar dezelfde soort netwerk gaat, ga je 2 keer te veel. En daarom gaan we nu even kijken naar de businessagenda. Okay. MKB Zevenaar kiest op 15 februari de creatiefste ondernemer van Zevenaar. De 4 genomineerde bedrijven zijn inmiddels bekend en je kunt je nu al aanmelden voor deze avond. De bijeenkomst in het Buziator begint om 7 uur. Meer informatie is op www.mkbzevenaar.nl te vinden. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Achterhoek houdt op donderdag 9 februari een bijeenkomst bij Staalkat International BV in Aalten. Gastheer is directeur Wiegers. De bijeenkomst begint om 7 uur 's avonds en u kunt meer informatie vinden op www.vno-ncwmidden.nl/achterhoek. MKB Montferland houdt op dinsdag 7 februari een netwerkbijeenkomst speeddaten. De bijeenkomst wordt verzorgd door Scholtanus Bedrijfsontwikkeling. Het begint om 7 uur bij restaurant De Lengel in Lengel. Meer informatie is te vinden op www.mkbmontferland.nl. U kijkt nog steeds naar Business Update, het programma over bedrijven en ondernemers. Aan tafel van DOC-opleidingen directeur Geert Teunissen. Ja. Hij zit er nog steeds. Geert, we zitten in de afrondende fase. Ja. Welk doel wil jij nou bereikt hebben? Wil je tevreden zijn als
ondernemer? Nou, als ondernemer geloof ik heilig in samenwerken. Waarom zou je het alleen doen? Je kunt nooit zoveel kennis en ervaring hebben. Dus doe het samen. En echt ondernemen, er zijn niet zoveel echte ondernemers. Dus ga het samen doen. Pak het talent van de ander. Ja, ze moeten bij je komen creatief leren denken. Dan ja, maar misschien een betere ondernemer. Ja, creatief denken konden we allemaal toen we nog in de box zaten. Hè? Dus mensen die zeggen, we gaan out of the box denken. Dan zeg ik altijd, nee, ga nou eens back to the box. Probeer eens als kind te denken hoe die naar problemen kijkt. Ja. En als ondernemers dat nou ook doen, dan zien ze plotseling hun kansen. Want we denken toch veel te veel in beperkingen. Ja, en voor mijzelf geldt toch wel heel sterk dat gisteren is verleden tijd. Ja. Dus je kunt nog, wat is dan succes? Ja, het is gestart, huppakee, volgende. Ja. En dat is het leuke, als je dat doet bij succes, kun je dat ook doen als het tegenvalt. En dan heb je een dag later de mensen geen pijn in de kop. Dan zeg je gewoon, nou, dat is niet gelukt. Ja. Kom op jongens, omdraaien, daar gaan we weer. De ervaring van gisteren meenemen, maar niet bij stil gaan staan. Van, oh, jammer. En dus ook niet bij succes. Geniet even, drink een cappuccino of zo, of een glaasje water hier. En je hebt ervan genoten en je gaat gewoon weer lekker verder. Maar in elke branche heb je concurrentie. Ja? Wat is jouw onderscheidend vermogen? Wat is nou typisch DOC dat je zegt van, daarom moet je bij ons zijn? Dat is niet te beantwoorden in die zin, omdat de kunst van het ondernemen is dat doen wat de klant van jou verwacht. Dat heet dan plotseling kwaliteit. Maar je moet er niet onder een labeltje kwaliteit plakken. Je moet gewoon zeggen, wat kan ik nou doen om aan de verwachtingen te voldoen van die klant? Ja. En wat is dan onderscheidend vermogen als je dat kunt? Nou, wij zijn CDO erkend. Dat wil zeggen dat we elke 2 tot 3 jaar laten we de tevredenheid door een onafhankelijk partij meten. Als wij hoog genoeg scoren, moet je meer dan een 8 scoren, dan mag je weer op hun lijst staan. Okay. En wij scoren in het Westen, krijgen wij heel veel klanten dankzij die CDO-lijst. Ja. Dat is wel heel grappig. Maar je bent dus heel klantgericht. Je luistert heel goed naar je doelgroep. Ik zou wel moeten. Ja. Want ik kan er echt niet tegen als een klant, wie dat dan ook is, en die zegt, ja, maar ik vond niet best bij jullie. Dat irriteert mij mateloos. Dan moet je er wat aan doen. Wetende dat je niet alles kunt voorkomen. Maar dat soort zaken zijn cruciaal. Dus wij hebben gezorgd dat gewoon ons systeem klopt. Dus we hebben gewoon een ISO-certificering voor het onderwijs. We hebben een klanttevredenheidscertificering. Dus die wordt keurig gemeten. En dan, je moet mensen verzamelen die een beetje gek zijn. Die willen dat die klant 's avonds tevreden is. Je kunt ook zeggen, ze moeten zorgen. Ze moeten willen dat ze zelf geen klachten krijgen. Dan zijn ze ook hartstikke goed. Nou zijn er ondernemers die nu kijken en denken, ja, maar ik moet ook intern wat gaan doen aan opleidingen. Ja. Ik heb dit verhaal nu aangehoord. Ik ga naar DOC toe. Ja. Maar hebben jullie dan ook een website dat ze even nu al kunnen kijken? Nou, ze kunnen nu al kijken. Dat is gewoon doc.nl. Hè? Dat is al heel makkelijk. Maar ik zou ook eens een kijkje nemen op natuurlijkcreatiefdenken.nl. Ja? En de lui die het huis leuker willen hebben, die kijken gewoon naar interieuracademie.nl. Heb je de 3 gevonden? En over een maandje staat er de 4e bij powerassessment.nl. Want die gaat de lucht in. Dat hebben we afgesproken. Ik moet nu wel, hè? Want we hebben het samen afgesproken. Dus jij mag mij eraan houden. Oké. En dan kom ik over een half jaar terug, Twan. Dan gaan we even kijken of het succesvol was. Kijk, daar hou ik je aan. Ja, dan gaan wij nu naar de adviestip van Bons en Reuling, accountants en belastingadviseurs. Ieder ondernemer moet aan het einde van het jaar een correctie aangeven vanwege privégebruik van oud van de zaak. Deze correcties kunnen flink oplopen. In 2011 heeft de rechter bepaald dat oude wetgeving in strijd is met enkele rechtsbeginselen. Echter ook de nieuwe wetgeving die is aangenomen lijkt in strijd met enkele rechtsbeginselen. Wij adviseren u bezwaar te maken tegen de laatste aangifte over 2011, zodat u eventueel bij een toekomstige uitspraak van de rechter eventueel de afgedragen BTW terug kan krijgen. En u nu meer informatie hierover wil, kijk op www.bonsenreuling.nl of op fiscaalblog.nl. Dat was hem weer, Business Update, weer een aflevering. Geniet nog eventjes deze dagen van de ijs- en de sneeuwpret. En volgende week zijn wij er weer. En ik bedank hem natuurlijk, de directeur van DOC Opleidingen in Doetinchem. Geert, bedankt voor de komst naar de studio. Graag gedaan. En tot over een half jaar. Ja, gegarandeerd.